bij een nieuwe aflevering van Midfleet op locatie. Ik heb hier een bekertje in mijn handen en ik ga vragen aan de mensen of het bekertje nou half leeg of half vol is. Is dit bekertje half leeg of half vol? Half vol en half leeg. Kijk, dat is ook een slim antwoord. He? Maar denkt u vaak positief? Dat is eigenlijk mijn bruggetje. Ja. Denkt u positief? Ja, ik ben heel erg positief in deze tijd. En op welke manier doet u dat dan precies? Op welke manier? Nou ja, ik heb heel weinig... Ik lach veel, hè? Ja, dat zag ik al, hoor. Ja, ik lach veel. Een dag niet gelacht, of een uur niet gelachen is een dag niet geleefd, zeggen wij, hè? Ja. En helpt het u ook vaak om positief te denken? Helpt het u? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Half leeg. En waarom denk jij negatief? Hij kan ook half vol zijn. Ja. Ja. Ik heb niet momenteel dorst, dus ja, het is niet voor mij half leeg, dus vandaar. Ik zou zeggen dat het nog niet eens half vol is, maar... Wijs van spreken. Dit is zo raar. Eigenlijk denk ik best wel negatief dan, toch? Want hij... Ik dacht al dat het een soort vraag was, hè. Ik vind hem half vol, ja. Kijk. Maar denk je vaak negatief of denk je ook wel? Nee, dat valt mee. Ik heb positief van het positief leven inzien, hè. Ik heb een vraagje. Ik heb hier een bekertje met water. Is die half leeg of half vol? Allebei. Mijn vraag is namelijk, denkt u positief vaak? Of? Altijd positief. Ja? Je moet maar positief denken. Ja, het ligt eraan hoe je het wil zien. Je kunt het ook half leeg zeggen of half vol. Ja. Half vol. Ik denk wel positief. Dat ja, ik ben wel positief sta ik in leven. Bij de hand. Bij de hand. Wat denk je zelf? Ik vraag het aan jou. Hij is voor de helft leeg en dan voor de helft vol. Ja. Nou ja. Dit is bij hoe je het bekijkt. Hè? Ik zou zeggen half vol. Ik zou zeggen half leeg. Jij denkt positief en jij denkt negatief. Ja, ik heb liever een vol glas. Ja. Positief ingesteld. Is die koud? Hij is wel koud, ja. Nou, dan is het half vol. Half vol. Je denkt dus positief? Denk je vaker positief? Ik probeer altijd positief te blijven, ja. Maar denk je vaak negatief of denk je juist wel, maak je dingen positief? Positief. Ja? Ja, toch wel. En welke manier doe je dat dan? Op mijn werk, als ik veel werk heb, gewoon positief inzien, ja. Ik bedoel, van negatieve inzien, dat heeft geen zin. Nee. Het heeft gewoon geen zin. Gewoon pluk de dag. Gewoon positief zijn. Okay. Ja, ik leef bij het moment. Ik zie wel of er iets positiefs of negatiefs aan de hand is. Het leven moet je altijd van de positieve kant bekijken. Hè? Altijd positief denken, want ups en downs van het leven moet je het maar accepteren. Ja. Hoe moeilijk het is, maar ja, tot nu toe lukt het wel. Nou, gewoon naar positieve kant, naar dingen kijken, niet naar negatieve kant. Ja. En helpt dat wel? Ja, zeker. Ja? Zeker, ja. Realistisch bekijken. Ja. Dus je maakt niet van alles iets positiefs, zeg maar? Nee, het was maar waar. Ja. Je bent gewoon reëel. Proberen we, ja. Als je positief blijft denken, is dat toch goed? Als je negatief dan ga je zelf in de put zitten. Ja. Dat is niet goed, hè? Ik weet het niet. Ja, lastige vragen denk ik. Ja, inderdaad. Ligt eraan denk ik met wat. Ja. Als je me een voorbeeld geeft, misschien kan ik er gelijk nadenken of ik er negatief of positief naar kijk. Nou, vaak zit het tegen, maar als je bij de pakken neer gaat zitten, wordt het helemaal niks meer. Dus je moet positief ervan uitgaan. Al je zegeningen moet je tellen, elke dag weer. Ben jij gelukkig? Heel gelukkig. Ja? Maar dan moet je elke dag gaan werken. Want het komt niet in je aanwaaien. Denkt u vaak positief over dingen? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nee. Ik denk niet zoveel. Alles, nee. Ik laat alles maar over me heen komen altijd. Is die half vol of half leeg? Hij is half vol, volgens mij. U denkt wel positief dus. Want denkt u vaak positief over dingen? Ja hoor. Ja? Ja, zeker weten. Over de politiek ook. Ja, politiek? Ja, nou ja, of ik maar dat praat wel positief. Sommigen zeggen, ja, die regering is niks. En dat, ja, iedereen doet er wel eens wat verkeerd. Ja. Niet? Jij ook? Iedereen inderdaad. Maar gewerkt wordt van de Spaans. Heb je nog vertrouwen in de politiek?
Nederlandse politiek neem ik aan, toch? Ja. Niet echt. Nee? Nee, niet echt. Voor de crisis heb ik, zie ik alles even nu het moment al tegenzitten wat dat betreft. Ja. Maar nee, ik heb er geen vertrouwen in. Ik volg helemaal geen politiek. Vertrouwen in de politiek? Ach. Wat moet ik daar nou op zeggen? Eigenlijk niet, nee. Nee. En waarom niet dan? Eigenlijk niet. Ach, het is allemaal tegenwoordig zo uitgerekend en uitgezorgd en uitgedaan allemaal. Ja. Of ik vertrouwen heb in de... Ja hoor. Ja? Ja, ja, toch wel. Het moet niet, te rechts worden, dat hoeft voor mij ook niet. Nee. Nee. En als we allemaal een steentje bijdragen, dan komt alles weer op zijn pootjes terecht. Ja. Vind ik hoor, maar ik weet het niet zeker. Daar weet ik eigenlijk niet zo heel veel vanaf. Nee? Nee. Ik weet wat de minister-president is, hoe die heet, maar... Nee. Nee? Nee. U heeft helemaal geen... Helemaal geen interesse in. Ook niet, ook geen interesse. Nee. Stemt ook niet? Nee. Nee? Nee. Ik heb niks te vertellen, dus ik stem niet ook. Nee. Maar ik mag ook niet mopperen dan, erop. Dus dat doe ik ook niet. Vertrouwen in de politiek. Nou, daar sta ik ook heel twijfelachtig tegenover. Ja? Ja. Ik kan het ook niet allemaal bijhouden wat er allemaal bedacht en beslist wordt. Nee. Ja hoor. Ja? Ja. En waarom? Nou, omdat de tijden zijn allemaal niet makkelijk, dus die politiek heeft het er ook moeilijk mee, maar ze zijn goed bezig. Ik heb wel gestemd, ja. Op wie als ik vragen mag? Dat hebben we een stemgeheim voor. Ik heb altijd VVD gestemd. VVD? Vrij heb ik. Ja. Ja. Ik ben gewoon een arbeider, maar ik heb altijd toch VVD. Ja. Ziet niet zo in de Partij van de Arbeid, ja. Nee, het lang met mij maar VVD. Ja. Ja, dat is van Wilders. Ja? Ja. Waarom ben je toch voor hem? Omdat heel veel dingen wat hij zegt, dat durft niemand te zeggen in Nederland. Ja. En daarvoor ben ik hem. Daarvoor stem ik voor hem. Mocht je dan stemmen? Nee, nog niet. Jij wel? Bijna, 21 augustus. Ja. Paar nachtjes. Ja. Nou, daar heb ik niet echt een mening over. Ik hou me er echt niet mee bezig. Ik ben wel een Pim Fortuyn aanhanger. Ja? Durf het zomaar te zeggen, ja. De ideeën die hij heeft zijn wel goed, maar het is wel een beetje extreem. Dus ik wik altijd en weeg altijd een beetje. Ben je dan nu voor, hoe heet het ook weer, die ene partij, een nieuwe, van Rita Vernonk? Hoe heet die nou? Partij voor de Vrijheid. Ja. Nee, want ik vind dat zij de laatste tijd dingen heeft gedaan wat eigenlijk niet kan. En daarom ben ik niet meer zo happig op haar. Oké, was het dus wel, maar nu... Ja. Nou, ze had wel goede ideeën, maar de dingen die je later van haar hoorde, vond ik allemaal niet zo waanzinnig. Nee. Dus vandaar, en Pim Fortuyn, die durft, nee, Pim Fortuyn niet, Geert Wilders, die durft natuurlijk van alles. Ja. Dus, en wat hij zegt, denkt iedereen, maar niemand durft het te zeggen. Dat is gewoon zo. Ja. Maar goed, als hij aan de macht komt, weet ik het niet. Het is wel allemaal wel heel extreem. Ja. Nou... Een beetje het vrijheid. De vrijheid, ja. He, dat een beetje liberaal. Ja. Dat vind ik wel het beste. Ja. En kijk ook, en die ook hard werken moet ook verdienen. Ja, natuurlijk. Ja, maar sommige mensen die denken van hoe komen ze daar terecht? Ja? Dat is werkelijk ongelooflijk. Ja. Ik denk van, maar ja, dat ligt dan misschien niet zozeer aan die mensen als de mensen die erop stemmen. Ja. Kijk, en degene die niet, want ik heb ook na mijn varen, heb ik ook in een sociale werkplaats gewerkt. Oké. Bij gehandicapten. Oh. En dat is me ook goed bevallen. Ja? Ja. Lijkt me echt zwaar. Als werkmeester. Als werkmeester heb ik daar gezien. Kijk, die mensen werken ook 100%. Mm-hmm. Maar er komt zogenaamd geen 100%, maar ze werken lichamelijk wel 100%. Ja. Kijk, dat is ook hard werken. Mm-hmm. Het wil niet zeggen hard werken dat je dan heel veel verzet. Dat is het niet. Niet iedereen kan het ook natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Ja. De ene kan 100 meter lopen, de andere 200 meter. Maar dat is zo. Ja. Maar die werkt dan ook hard. En die dachten ook positief.
Ik zie allemaal kettingen. Wat betekenen die allemaal? Kunt u het misschien vertellen? Dat is, ja. Van persoonlijke... Dat is mijn vrouw en hier hou ik erg veel van ook, dus van alle twee. Ja. Dat heb ik ook dan een ring van. Ja. En dan het geloof. Het geloof, want u gelooft? Nee. Niet? Nee. En toch draagt u een kruis? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. En waarom dat u een kruis mooi vindt? Ja, omdat ik het symbool mooi vind. Oké. Okay. Niet het geloof, maar het symbool. Gewoon het helemaal nergens in? Nee, in mezelf. In mezelf. Dat is ook een en hele mijn vrouw. Dit was Misfit op locatie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.